Ik ben Ploon, de cameravrouw. En ik ben Isabella, samen met Alix, de vertellers. Ja, Alix. Hartjes. En de schoentjes. En een bloemetje met hartjes en blaadjes. En, daar... en nog meer hartjes en daar. Eeuw. Nu gaan we naar beneden. Nou, ik hoop dat jullie een geur-tv hebben. Waarschijnlijk niet, maar het ruikt hier geweldig. Dus het is echt jammer dat er nog geen geur-tv is. Volgens mij staat dit voor de eerste prijswinkel. Ja, dit is echt een eerste prijswinkel, een numero uno. Nu komen we binnen in de beste chocoladewinkel van heel het land. Tenminste, dat vinden wij. En er staan allemaal prachtige chocolaatjes. We gaan nu vragen of we een kijkje mogen nemen in de keuken. En dat gaan we vragen. Nou, even wachten. Ik zal heel even kloppen op dit ding. Mogen we misschien een kijkje nemen in de keuken? Ja, natuurlijk. Oké. Is dit eigenlijk uw eigen chocoladewinkel? Ja. Of is het van iemand anders? Ja. En maakt u al de chocolade zelf? Ja. En bedenkt u ook sommige bonbons zelf? Ook allemaal. En Ger, allemaal? Wow, dat vind ik echt knap. Ja, hoe heet je eigenlijk? Ik ben Menno. Jij bent Menno. En wat is je achternaam? Koetsmeijer. Oké. En hoe heet deze prachtige winkel met allemaal chocolade? Deze winkel heet Artichok. Oké, en wat staat voor? Ja, dat vonden we wel een leuke naam. Ja, artistieke chocolade. Ja. Is ook een link naar de groente. Oké. Okay. Wauw. Wat is dat? Dit is echt geweldig zeg. Wat is dat eigenlijk? Dat is chocolade. Dat is chocolade in de vloeibare vorm. Zodat we dat kunnen verwerken tot hele lekkere bonbons. Oké. Okay. Heel puur. Dus voor de pure liefhebbers. Die bijvoorbeeld wel 72% cacao. En dan krijgen we de melkchocolade. Dat is het allerlekkerste van de wereld. Alleen, ze zeggen dat het geen echte chocolade. Ja, dat is een beetje waar, maar ook niet helemaal. Want nee, want er zit wel cacao boter in. Precies, jij hebt er goed verdiept in. We maken een cornetje van papier. Daarin doen we chocola. Niet te veel, anders komt het aan de andere kant eruit. Dan vouwen we hem goed dicht. Zo, het puntje laat altijd op de grond vallen, anders komt het in de chocola. Nou, dan kun je je naam schrijven, hoe heet jij? Oké, anders HPL schrijven van heel de rand van de school. Ja. Kijk uit, ik heb hier de microfoon. Wauw, wat mooi. Hoe lang bestaat deze winkel? Deze winkel bestaat 16 jaar. Wow, dat is al een flinke tijd. Ja. Doei! Doei!